In het midden van de 19e eeuw ging Japan open voor het Westen. Dat betekende dat allerlei artikelen, mooie voorwerpen, prenten ook voor het eerst in hele grote hoeveelheden in het Westen te zien waren. En bij kunstenaars waren met name Japanse prenten ook heel erg populair. En Van Gogh heeft daar ook zijn graantje van meegepikt, zou je kunnen zeggen. Want hij werd een groot bewonderaar van die prenten en hij heeft ze met tientallen tegelijk verzameld. Toen hij ze eenmaal in huis had, heeft hij ze letterlijk gekopieerd. Hè, naast een ezel gelegd en nageschilderd. Maar de stilistische kenmerken van die Japanse prenten zijn later ook door gaan werken in zijn eigen werk. En dat zie je hier in dit schilderij uit Arles. Dat platte groene vlak, die platte paarsige boom. De afsnijding van die takken. Die platte vlakjes ook van dat oranje. Dat is heel erg Japans. Ook het weergeven van bomen en bloesems. Dat heeft hij aan van die Japanse prenten geleend, kun je zeggen. En daarmee was hij heel erg modern. Want de impressionisten waren en de neo-impressionisten waren grote bewonderaars van die prenten.